Goedemiddag allemaal vanuit Beeldhoven in dit geval. Mijn naam is Cor van Dijk. Hartelijk welkom bij deze webinar over de bestaande woonwijk. Ik zal kort even mijzelf introduceren. Ik werk als jurist bij het programma Omgevingswet. En ik heb een achtergrond in de ruimtelijke ordening. Ik geef nu graag even het woord aan mijn collega Sandra Anzion, met wie ik deze staalkaart heb geschreven. Goedemiddag allemaal, mijn naam is Sandra Anzion. U heeft mij nog niet in beeld. Terwijl ik begin te praten, ga ik kort proberen dat voor elkaar te krijgen. Cor heeft zich al voorgesteld. Wij zijn allebei jurist die in opdracht van de VNG aan deze staalkaart hebben gewerkt. In de chat is ook aanwezig Nienke van Renzen, onze collega, ook van het staalkaartenteam. De inhoud van het webinar. We gaan in vier blokjes wat vertellen. Allereerst een inleiding, die gaat Cor dadelijk geven, waarin hij iets vertelt over project staalkaarten, wat de bedoeling is van een staalkaart en iets toelicht over de bestaande woonwijk. Daarna doet hij het tweede blokje, waarin hij de zogenaamde eerste hoofdkeuze uit deze staalkaart zal introduceren. Namelijk, wordt de toelating van activiteiten op een locatie geregeld en zo ja, hoe doe je dat dan? Het derde blokje is dan weer van mij. Ik zal dan iets vertellen over milieu en het omgevingsplan. En in het vierde blokje zal ik de tweede hoofdkeuze uit deze staalkaart behandelen. Hoe kun je ruimtelijke regels en milieuregels groeperen? Waarna Cor zal afsluiten. We hebben dus veel te vertellen. Niet elk onderwerp wat in de staalkaart zit, kunnen we in dit uur behandelen. Maar op deze manier willen we u meenemen in de belangrijkste onderwerpen en in de systematiek die in de staalkaart zit. We nodigen u natuurlijk van harte uit om u daarna er zelf dieper in te verdiepen en om de staalkaart te gaan toepassen. Wat we nog niet gezegd hebben is dat die sinds afgelopen maandag op de website van de VNG staat. Misschien heeft u hem al gezien, misschien heeft u er al wat in gelezen, misschien ook niet. Wij gaan er in elk geval van uit dat de meesten van u hem nog niet grondig gelezen zullen hebben. En wij hopen dat onze inleiding u helpt om daarna snel uw weg in de staalkaart te vinden. Dan geef ik nu het woord terug aan Cor. Ja, ik wil allereerst even wat vertellen over het project. Dus de staalkaart bestaande woonwijk is niet een op zichzelf staande staalkaart, maar maakt onderdeel uit van een pakket aan staalkaarten dat we aan het maken zijn. En het doel van de staalkaart is om aan de hand van voorbeeldregels te laten zien hoe het omgevingsplan kan werken. En het is daarbij belangrijk om in het achterhoofd te houden dat, dat we ook vooral op zoek zijn, hè, van waar zit nou de vernieuwing of waar zitten de mogelijkheden voor vernieuwing. We proberen in die zin ook een beetje grenzen over te gaan of een nieuwe wereld te ontdekken die de Omgevingswet mogelijk maakt. En op de tweede plaats wil ik nog even benadrukken dat een staalkaart dat geen modelverordening is. Dus de VNG heeft natuurlijk een naam als het gaat om modelverordeningen. Maar dat is de staalkaart niet. De staalkaart is echt bedoeld om gedachten op gang te brengen. Om een structuur aan te brengen voor hoe je nou als gemeente ook met dat omgevingsplan aan de slag kan. Dus dat is belangrijk. Uiteraard zitten er wel delen in die staalkaart, hè, die misschien best overgenomen kunnen worden in het omgevingsplan. Maar daarbij moet dus altijd in het hoofd worden gehouden dat dat aanpassing aan de lokale situatie, dus de opgave of het type gebied, dat altijd wel aan de orde is. Dus om die reden hebben we ook in de regels, hebben we bijvoorbeeld als we waarden opgenomen, dus bijvoorbeeld een bouwhoogte of een diepte of een geurnorm, dan vullen we die geurnorm niet in. Dus het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om beleid als het ware te gaan maken. Het is echt bedoeld om te laten zien van waar liggen nou die nieuwe mogelijkheden van het omgevingsplan. Nou, de VNG heeft ook al een heel aantal producten ook al klaarstaan of gemaakt in het kader van dit project. Een belangrijke daarvan is ook het casco voor het omgevingsplan. Hier kunt u hem zien. Dus het casco, dat is eigenlijk een soort inhoudsopgave, een kapstok,
voor de inrichting van het boekje, dus van het, de tekst van het omgevingsplan. En dat hebben we gedaan omdat er zijn al heel veel keuzes te maken, hè? Dus rondom het omgevingsplan, hoe dat in te richten. En dan is het wel prettig om als het ware een start te hebben. Sandra die komt hier straks ook nog wel over te spreken, want ja, enerzijds hebben we natuurlijk het analoge boekje, hè? Dus gewoon het papier. Aan de andere kant is er ook een digitaal stelsel, wat ook een belangrijke rol gaat spelen juist in het filteren van activiteiten. Op een locatie of op oogmerk. Even kijken. Op de tweede plaats is er een online tool gemaakt. De zogenaamde ontwerpvragen voor het omgevingsplan. En daarbij is het belangrijk om te onthouden dat voor juristen is het vaak wel verleidelijk eigenlijk om direct ook met regels aan de slag te gaan. Maar deze toepassing van deze tool laat zien dat je daar als laatste mee moet beginnen. Dus eigenlijk de vraag van hoe ga ik dat omgevingsplan inrichten. Hieronder kunt u dat ook zien. Dat is eigenlijk de laatste stap in het proces om een omgevingsplan te maken. Daaraan gaan nog twee stappen vooraf. Namelijk, allereerst moet worden vastgesteld wat nou de speelruimte is die u heeft. Met betrekking tot een bepaald gebied of een bepaalde opgave. Dus de kaders die zijn vastgelegd in de eigen omgevingsvisie. In het besluit kwaliteit leefomgeving, waar de instructieregels in zijn opgenomen. Besluit activiteiten leefomgeving. Dus dat moet u allemaal in beeld brengen. En heel belangrijk is natuurlijk, wat is nou de opgave die in een bepaald gebied speelt? Wat is nou mijn doel? En als we het dan over die rustige die bestaande woonwijk hebben, dan is daar vooral het doel om in stand te houden wat er is. Dus het bestaande woon- en leefklimaat, om dat, om het zo te zeggen, op peil te houden. Uiteraard zijn er wel opgaven, zoals iets met hemelwater afvoeren, hè, dus dat je water langer wil vasthouden, of dat er een parkeerproblematiek is, maar dat zijn eigenlijk relatief geringe opgaven. Even kijken, dan hebben we nog een laatste product. Dat is de integratie van 4 verordeningen in het omgevingsplan. Dat is al klaar. En het leuke is, die producten die werken dus niet alleen naar buiten. Die zijn niet alleen voor u bedoeld. Maar die werken ook intern door. Want die staalkaartverordeningen, die hebben wij bijvoorbeeld nou ook gedigitaliseerd. In de zin dat wij hem in de standaarden, dus de stop-theepot, hebt u wellicht van gehoord. Dat wij hem daarin verwerken. En daarnaast hebben we ook van een aantal activiteiten hebben we toepasbare regels gemaakt met vragenbomen. Dus we hebben als het ware content, inhoud, die ook direct gebruikt kan worden richting het DSO. Ten slotte, er is ook al een webinar hieraan vooraf gegaan met de ontwerpvragen voor het omgevingsplan. Even kijken, dan nu over de staalkaart zelf. Wat bieden we nou aan? Hè? Wat hebben we nou voor pakketje gemaakt? Want het is uiteindelijk een product geworden van 114 pagina's. Dat klinkt heel veel, maar tegelijkertijd hebben we ook best wel wat gemaakt. Belangrijk is dat in deze staalkaart dat we aan de slag zijn gegaan met ruimtelijke ordening. Dus regels die nu in bestemmingsplan zijn opgenomen en straks in het tijdelijk deel van het omgevingsplan. En anderzijds milieu. We hebben 4 onderdelen gemaakt. We hebben 4 onderdelen geleverd. Allereerst een handleiding voor de planopsteller. En daarin nemen we u echt aan de hand om aan de hand van die ontwerpvragen, als het ware, te komen tot regels. Dus echt tot concrete regels. En we geven ook een toelichting op alle nieuwe instrumenten die er zijn. Dat is echt een document wat geschikt is voor de planjurist, voor de beleidsmaker. Dus uiteindelijk niet om ook op te nemen in het omgevingsplan zelf. Daarnaast hebben we een algemene toelichting gemaakt. Dat bevat eigenlijk de motivering van de keuzes die we hebben gemaakt. We hebben voorbeeldregels. En die voorbeeldregels, dat was best nog wel een hele puzzel. Maar die voorbeeldregels, daarin laten we ook alternatieven zien. Dus we hebben een aantal, we hebben een basis
variant met daar ook opties bij. En dat is met arceringen is dat in de tekst weergegeven. En tenslotte bevat het document ook een artikelsgewijze toelichting. Dus elk artikel is voorzien van een korte of wat langere toelichting. Even kijken. Welke hoofdkeuzes worden behandeld? Sandra die kwam er net al heel even over te spreken. Maar in de eerste plaats, hoe kunnen nou ruimtelijke kwesties geregeld worden in het omgevingsplan? Nu dit niet meer per se via functies hoeft te worden vormgegeven. Dus de omgevingswet die maakt toelatingsplanologie mogelijk. Maar dat is niet de enige vorm waarop je activiteiten kunt reguleren. Dus er is meer mogelijk. En op de tweede plaats, en dat is meer een ordeningsvraagstuk, hoe komen ruimtelijke regels en milieuregels bij elkaar in één regeling? Wij hebben in dit geval voor milieu gekozen als thema, omdat dat is gewoon een van de speerpunten van de omgevingswet, maar er had ook een ander thema ingevuld kunnen worden. Dit draait ook voor een belangrijk deel om de vraag van hoe kun je nou ordenen? Even kijken, allereerst om toch even de klokken gelijk te stellen, hè, van met wat voor gebied hebben we nu te maken? Het is dus een bestaande woonwijk waar er veel van zijn in Nederland. Het is een naoorlogs woongebied waar voornamelijk wordt gewoond, zegt dat 95% van de gebouwen bestaat uit woningen. Dus de woonfunctie is echt flink dominant. En daarnaast, de bebouwing is ook behoorlijk homogeen. In de zin van, het is niet zoals in een binnenstad dat elk pand individueel is. Nee, het is sprake van seriematig gebouwde woningen. En dat is natuurlijk, dat werkt ook wel weer door in de keuzes die je straks maakt. Hier nog een plaatje waar je kunt zien wat we nou voor ogen hebben. Welke vraagstukken zijn uitgewerkt in dit gebied of in deze staalkaart? We hebben ons eigenlijk beperkt tot de hoofdactiviteit, hè, dus dat wonen. Wonen en bijbehorende activiteiten, zoals beroepen en bedrijven en huis en hobby's. En die beroepen en bedrijven en huis, die kunnen ook hinder veroorzaken. Dus vanuit het oogmerk milieu kan je daar ook regels over stellen als jij dat als gemeente belangrijk vindt. Dus als jij dat naar je toe wil trekken als overheid, de hinder van dergelijke activiteiten, dan kan je daar regels over gaan stellen. Alleen dat is dus vanuit het oogmerk milieu. Sandra die gaat daar nog uitgebreid op in, maar ik benoem het alvast even. Daarnaast in die sfeer van wonen vinden ook allerlei bouwactiviteiten plaats. Dat zijn gewoon hele alledaagse bouwactiviteiten. Je zou kunnen zeggen dat zijn eigenlijk de gemeentelijke topactiviteiten. Hè? Dus het bouwen van een dakkapel, een uitbouw, een schuurtje. Af en toe komt wel eens de bouw van een nieuw hoofdgebouw voor of vervangende nieuwbouw. Dat soort thema's of dat soort activiteiten zijn uitgewerkt in deze staalkaart. Dat betekent tegelijkertijd ook dat er veel activiteiten niet zijn uitgewerkt. Die staan, dus wat we niet hebben gedaan, dat staat allemaal beschreven in de staalkaart. Dat geeft tegelijkertijd denk ik ook wel een goed beeld van wat er dus nog resteert aan regelwerk. Of keuzewerk, om het zo te zeggen. Dan kom ik nu bij een hoofdkeuze uit. Dus er zijn eigenlijk twee hoofdkeuzes in deze staalkaart gemaakt. En de eerste hoofdkeuze die heeft betrekking op de toelating van activiteiten op een locatie. Wordt dat geregeld? En zo ja, hoe? Hier moet ik heel kort even een uitstapje maken naar waar we vandaan komen. Dus in bestemmingsplannen nu hebben we eigenlijk de opdracht om een gemeentedekkend beeld neer te leggen. Hè. Dus alle gronden binnen het gemeentelijk grondgebied, die moeten zijn voorzien van een bestemming waarin het gebruiksdoel wordt vastgelegd.
Dus daarin wordt de toelating van activiteiten is dus in bestemmingsplannen heel expliciet geregeld. Dus wat is toegelaten in een bestemming, dat mag. En voor de rest is alles verboden. Nou, je ziet omdat hier sprake is van zo'n homogeen gebied. En de omgevingswet, wat ik net al eerder zei, hè, dus ook ruimte biedt voor het werken zonder functies. Want immers de opdracht is om te komen tot een regeling waarbij het geheel aan regels op een locatie, hè, dat is eigenlijk de resultaatverplichting die u als gemeente heeft. Het geheel aan regels op een locatie, dat moet als geheel dus leiden tot een evenwichtige toedeling van functies aan locaties. Maar die opdracht betekent niet dat hij ook daadwerkelijk functies moet toedelen. En omdat nu juist sprake is van zo'n homogeen gebied, hebben wij een basisvariant uitgewerkt, waarin een algemene regeling is opgenomen. Dus algemene regels worden gesteld voor activiteiten. En die regeling, die is nou in eerste instantie, is die gebiedsbreed. Dus die geldt voor die hele woonwijk. Bijvoorbeeld de activiteit wonen, ja, daar gelden regels voor, maar ze zijn dus niet aan individuele percelen of alleen beperkt tot private percelen. Dus die toelating van activiteiten, dus bijvoorbeeld wonen, is niet geregeld door middel van een functietoedeling. Dus eigenlijk andersom gesteld, dus een ander vertrekpunt dan in de bestemmingsplan nu. Activiteiten zijn toegestaan, tenzij expliciet verboden. En als er regels gelden gekoppeld zijn aan een activiteit, ja, dan moet aan die regels worden voldaan. Dus dat is eigenlijk ook een beetje de werkwijze die we in het milieudomein nu kennen. Dus in het activiteitenbesluit, daar staan regels voor activiteiten, maar eigenlijk spelregels. Als je daaraan voldoet, dan kan je gewoon die activiteit uitoefenen. Nou, en heel belangrijk is dus dat, om ook telkens weer terug te grijpen op het doel, hè, van waarom hebben wij nou deze keuze gemaakt? Nou, het doel voor die woonwijk is om het bestaande woon- en leefklimaat, om dat als het ware te waarborgen. Nou, en wij denken, of in ieder geval in deze basisvariant, kan dat prima ook door alleen regels aan activiteiten te verbinden. Dus bijvoorbeeld het starten, het wijzigen van het gebruik, hè, dat kan je ook prima koppelen aan een vergunningplicht. Daar hoef je niet per se te werken met functies. Even kijken, een belangrijk gevolg, vooral voor de RO'ers onder ons, hè, is dat deze basisvariant, die leidt niet tot een betekenisvol kaartbeeld. In de zin van wat we hier zien. Tegelijkertijd beseffen we dat door het stellen van alleen algemene regels we waarschijnlijk wel iets gaan missen. Namelijk, er zijn ook in zo'n bestaande woonwijk altijd uitzonderingen. Dus gebieds- of locatiespecifieke situaties. Daarbij kan je denken aan een randzone waar extra geluid is toegestaan of waar wat zwaardere bedrijfsactiviteiten zijn toegestaan, beroep en bedrijf aan huis. Of aan situaties waarbij er sprake is van een functie die eigenlijk niet zo goed past in een woonwijk, maar die daar toch zit, omdat die daar historisch nou eenmaal zo is ontstaan. Nou, voor dat soort situaties werken wij met opties, namelijk een functie 1 en een functie 2. Waarbij dus aanvullend op die basisvariant er toch met een functie wordt gewerkt. Ik krijg hier trouwens ook een vraagje binnen mag wel met functies worden gewerkt? Ja, dus dat mag zeker. Wij werken in deze staalkaart ook met functies. Alleen de basis is dus een algemene regeling waarbij wij voor gebiedsspecifieke situaties of voor perceels, specifieke situaties op perceelsniveau, dan een functie toedelen. Dus dit is het vertrekpunt waar we vandaan komen. Hè. Dus een bestemmingsplan, vaak een vrij gedetailleerde regeling. Het merendeel van de bestemmingsplan is vrij gedetailleerd, waarbij rondom de bestaande situatie een bestemming wordt toegekend, of een bouwvlak wordt getrokken, ook met grote bouwhoogtes. En dat eigenlijk alles met als doel het behouden, hè, of het beschermen van wat er is.
behouden van bestaande kwaliteiten. Nou, we gaan dan dus in die basisvariant toe naar een dergelijk kaartbeeld. Waarbij je alleen maar een contour ziet. En waarbij als je dan op een locatie prikt in het DSO, je wel ziet welke activiteiten zijn toegestaan en welke spelregels, welke algemene regels daarvoor gelden. Wat ik net zei, hè, die functie 1, dat is eigenlijk een aanvulling op die basisregeling. En nou, een reden bijvoorbeeld, dan, in ons voorbeeld hebben wij dan een gebiedsgerichte aanvulling uitgewerkt voor de rand van de woonwijk, waar dan ook wat zwaardere beroepen en bedrijven aan huis zijn toegestaan. Nou, een dergelijk kaartbeeld, dat moet allemaal natuurlijk nog beter uitgewerkt worden, maar dat ziet er schematisch, ziet dat er zo uit. En dan nog die functie 2. Daar is eigenlijk sprake van een omkering. Daar wordt de basisvariant uitgezet en wordt op per salesniveau wordt een functie toegedeeld. En die functie, laat een aantal activiteiten toe en dat zijn dan ook de enige toegestane activiteiten. Dus daar wordt eigenlijk weer de bestemmingsplansystematiek met functies, die komt daar terug. Dus daar is eigenlijk weer die toelatingsplanologie, wordt daar toegepast. En we hebben in de staalkaart een voorbeeld uitgewerkt waarbij dus sprake is van een beetje een atypische functie, namelijk een woning met een hondenkennel. Dus eigenlijk een activiteit die je niet in een woonwijk verwacht, maar die soms toch voorkomt, dat soort activiteiten. Schematisch ziet dat er zo uit. Dus dan heb je dus een individueel perceel, dat blauwe blokje, waar dan die functie wonen hondenkennel van toepassing is. Even kijken, waar ik ook graag nog wat over wil vertellen. Even kijken, ik zie nog een vraag ook. Als je alle activiteiten toelaat, krijg je dan niet onwenselijke ontwikkelingen? Nou, dat is dus, bij die basisvariant moet je dus inderdaad ontwikkelingen die je niet wilt, waarvan je op voorhand dat zeker weet, daar kan je dus een verbod voor opnemen. Dat is ook direct, in deze piramide is dat de bovenste trede. Dus je kan activiteiten helemaal verbieden. Activiteiten waarvan je zegt van nou, daar moet ik een beoordeling voor uitvoeren. Of die, nou dat zijn eigenlijk de uitzonderingen. Hè? Ja, daar stel je dan een vergunningplicht voor. Maar even kijken. Dit is eigenlijk de regelpyramide. Hè? Dus van de mate van overheidsregulering van activiteiten. En de omgevingswet heeft als vertrekpunt op het moment dat er geen regels gelden voor een activiteit, hè, dus er wordt niks geregeld, dan is die activiteit gewoon toegestaan. Nou, de volgende trede, of volgende niveau, is het koppelen van een zorgplicht aan een activiteit. Nou, dat heeft Sandra gedaan ten aanzien van milieubelastende activiteiten. Daar gaat ze zo meteen over verder. Dus het is eigenlijk een hele lichte mate van overheidsregulering. Het volgende niveau is het stellen van algemene regels. Dus dat zijn direct werkende regels die ook concreet zijn. Dus concreet zijn voor de initiatiefnemer. Die weet, die kan zelf beoordelen of hij aan die regels voldoet, omdat het gesloten regels zijn. In het huidige recht is daar ook een voorbeeldje van de vergunningvrije bouwwerken die in het BOR zijn, het besluit omgevingsrecht zijn opgenomen. Daar is gewoon per type bouwwerk is concreet aangegeven. Nou, het mag zo hoog, het mag zo diep, het mag zo breed zijn. Dan weet je waar je aan toe bent. De omgevingswet biedt ook de mogelijkheid om algemene regels te koppelen aan een informatieplicht of aan een meldplicht. En daarbij kan, in combinatie met die algemene regels kan je ook nog weer een bevoegdheid opnemen om maatwerkvoorschriften op te leggen. Of om bij maatwerkvoorschrift weer af te kunnen wijken van de algemene regels. Nou, het laatste niveau in die piramide van regulering, dat is de vergunningplicht. En de vergunningplicht is echt bedoeld voor de uitzondering. Dus of voor situaties waarbij je een unieke en afzonderlijke beoordeling nodig hebt.
Dus dan kan je denken in de sfeer van zo'n woonwijk. Nou, misschien is er toch nog een monument aanwezig. Als iemand daar een dakkapel op wil bouwen, dan ligt het wel in de reden dat daar een vergunningplicht voor wordt opgenomen. Het is een uniek gebouw, dus je moet daar ook een unieke beoordeling voor uitvoeren. Dan heb ik nog heel kort even een voorbeeldje voor u. De dakkapel aan de voorkant of aan het zijdakvlak. Ja, dat zijn natuurlijk veel voorkomende bouwwerkzaamheden in zo'n bestaand woongebied. Mensen krijgen een gezinsuitbreiding en die willen dan graag zo'n dakkapel erop zetten. Nou, in het huidige recht is dat altijd vergunningplichtig, omdat er vrijwel altijd welstandsregels gelden in zo'n woongebied. Nou, de Omgevingswet die biedt de mogelijkheid om deze activiteit, om daar zelf helemaal te bepalen welke mate van overheidsregulering u daar kiest. U kunt kiezen voor niks regelen, hè? Dus dan is die dakkapel aan de voorkant gewoon vrij. Of u kunt kiezen voor een zorgplicht, of voor algemene regels, of voor een vergunningplicht, of voor een verbod. Nou, omdat in de context van dit gebied, dus de rustige woonwijk, daar hebben wij gekozen voor algemene regels. En die algemene regels hebben zowel betrekking op de maatvoering, wat we ook gewend zijn al in het bord, en op het uiterlijk van bouwwerken. En op het moment dat niet voldaan wordt aan een van die algemene regels, dus de spelregels waaronder die dakkapel mag worden geplaatst, dan kan via zo'n maatwerkvoorschrift ook nog worden afgeweken van die algemene regels. Dus bijvoorbeeld als je niet een plat dak realiseert, wat dan een eis is in deze uitwerking, maar bijvoorbeeld een schuin dak, dan kan je dus via een maatwerkvoorschrift, die is aan te vragen door de initiatiefnemer, kan je afwijken van de algemene regels. Dus dat is even een kort voorbeeldje van hoe en waarom je in zo'n woonwijk omgaat met dus eigenlijk dergelijke activiteiten reguleert. Dan wil ik nu graag het woord geven aan Sandra, omdat we bij het derde blokje aankomen, namelijk milieu in het omgevingsplan. Dankjewel, Cor. Inderdaad, het derde blokje, milieu in het omgevingsplan. Het omgevingsplan is denk ik het integrale instrument in het nieuwe stelsel. Als het gaat om samenhang, dat is een van die vier verbeterdoelen van de Omgevingswet, dat zit natuurlijk bij uitstek in het omgevingsplan. In deze staalkaart komt dat tot uitdrukking door de integratie van ruimtelijke ordening en milieu. Maar het is natuurlijk in feite een bredere integratie. We hebben natuurlijk ook nog cultureel erfgoed en onderwerpen uit allerlei verordeningen. Maar goed, in deze staalkaart gaat het even over ruimtelijke ordening en milieu. En dat is nieuw. Dat is nieuw voor mensen met een RO-achtergrond en dat is nieuw voor mensen met een milieuachtergrond. Deze staalkaart, Cor en ik zijn de twee hoofdauteurs ervan, maar er is door een team van 10 mensen aan gewerkt. En in dat team zaten ook verschillende bloedgroepen. Ik kan het iedereen van harte aanbevelen om te werken aan een omgevingsplan in zo'n team te doen. Omdat je dan er pas goed achter komt hoe verschillend die verschillende beleidsterreinen zijn. We denken in heel andere categorieën. RO'ers die praten over beroepen en bedrijven aan huis, terwijl milieumensen het hebben over inrichtingen. We denken in andere systematieken. Hè? Eentje is al uitgebreid door Cor behandeld. Ga je regels maken aan de hand van bestemmingen of doe je regels voor activiteiten, wat juist milieumensen weer heel erg gewend zijn. Kortom, er komen twee verschillende beleidsterreinen en regelterreinen bij elkaar. En hoe ga je daar nou mee om? Dat is toch wel een uitdaging. Hoe stop je nou reeds met een milieuoogmerk in een omgevingsplan? We hebben het nu over die bestaande woonwijk. Waar hebben we het dan over als het om milieu gaat? Welke activiteiten vinden daar plaats die een zekere milieubelasting veroorzaken? Zoals Cor al heeft aangegeven, we gaan eigenlijk uit van een hele simpele woonwijk waar alleen gewoond wordt.
En alleen activiteiten plaatsvinden echt rondom dat wonen. Dus waar hebben we het dan over? Beroep en bedrijf aan huis. Nou, dat zijn dan misschien de meest milieubelastende dingen die daar plaats kunnen vinden. Maar hobby's, nou, ik denk dat zeker mensen met die wel eens toezicht en handhaving gedaan hebben, die kennen de voorbeelden wel van hobby's die uit de hand lopen. Denk aan iemand die heel uitgebreid sleutelt aan een stuk of wat auto's op de oprit, maar dan permanent. Of er is opeens een situatie waarin iemand twee ezels houdt in een achtertuin. Uit de hand gelopen hobby's. Dat zijn natuurlijk eigenlijk dingen die ook gewoon een milieueffect hebben. Er kan sprake zijn van geluidhinder, er kan sprake zijn van geurhinder. En dan hebben we ook nog gewoon het wonen sec, het direct woongerelateerde. Een woning wordt verwarmd, daarbij wordt energie verbruikt. Dus ook dat heeft in principe een milieueffect. Nou, dat zijn dus eigenlijk het type, de drie groepen zeg maar, van activiteiten waar we het in onze woonwijk voor deze staalkaart over hebben. De vraag is dan natuurlijk, zijn daarvoor milieuregels in een omgevingsplan nodig? Nou, wat we gedaan hebben is in deze staalkaart een aantal voorbeelden uitwerken. Maar in principe moet elke gemeente deze vraag natuurlijk voor zichzelf beantwoorden. En afhankelijk van de lokale situatie, afhankelijk van het eigen beleid, zullen keuzes gemaakt moeten worden van wat zijn dingen waar wij milieuregels voor willen stellen. Maar misschien denkt u als u zo die drie groepen activiteiten ziet, van ja, maar kun je überhaupt wel milieuregels stellen als het gaat om die woning, als het gaat om hobby's? Het is daarom goed dat we het even stilstaan bij dat nieuwe wettelijke begrip. Nou probeer ik door te klikken naar de volgende. Ja, daar hebben we hem. Dus we moeten even stilstaan bij dat nieuwe wettelijke begrip milieubelastende activiteit. Dat is een nieuw begrip, een nieuw concept en het wordt gedefinieerd in de wet zelf. Het is een activiteit die nadelige gevolgen voor het milieu kan veroorzaken. Er worden nog een paar dingen uitgezonderd. De dingen die wij op dit moment aanduiden als de directe lozingen of een wateronttrekkingsactiviteit. Maar als we die uitzonderingen even buiten beschouwing laten, dan is het dus een activiteit die nadelige gevolgen voor het milieu kan veroorzaken. Dat is een heel breed begrip. Dat is bijvoorbeeld niet beperkt tot bedrijfsmatige activiteiten, zoals we dat nu bij het inrichtingbegrip in het milieurecht wel gewend zijn. Dus niet bedrijfsmatige activiteiten met een milieueffect vallen wel degelijk onder dat begrip milieubelastende activiteit, afgekort MBA. Wat daarmee dan te doen? In de staalkaart hebben we eigenlijk dus eens gekeken van zou je daar regels voor kunnen opnemen? Zou je daar regels voor willen opnemen? En hoe zouden die er dan uit kunnen zien? Wat we gedaan hebben is eigenlijk vanuit dat nieuwe begrip hebben we losgelaten dat onderscheid tussen bedrijfsmatig en niet bedrijfsmatig. Vanuit milieubezien doet het er natuurlijk eigenlijk ook niet toe. Of een activiteit of een bepaalde geluidshinder bijvoorbeeld nou door iemand in een privésituatie wordt veroorzaakt, of bij een hobby of in een bedrijf, degene die daar last van heeft, die heeft gewoon last ervan. Goed, dus we hebben gezegd, we laten dat onderscheid tussen bedrijfsmatig en niet bedrijfsmatig eens even los. En dat betekent dat we een aantal activiteiten in de staalkaart, zoals daar zijn kleinschalige ambachtelijke activiteiten, of het kleinschalig houden van dieren aan huis, daarbij hebben we ervoor gekozen om die zowel voor bedrijfsmatig als niet bedrijfsmatige situaties te laten gelden. Dus je ziet dan in een artikel, hier staat dan bijvoorbeeld artikel 552 lid 1, daar zie je dan zinsneden staan. De activiteit die wordt verricht bij een huishouden of bij het uitoefenen van een beroep of bedrijf aan huis. Dus de desbetreffende regels die gelden ook als het gaat over een hobby. Als het gaat over zo'n puur woongerelateerde activiteit, daar kun je dus in een omgevingsplan ook regels voor stellen. En daar hebben we ook een voorbeeld van opgenomen. En ook dat is een voorbeeld ontleend aan de praktijk. Houtstook aan huis. Open haarden, houtkachels worden natuurlijk veel gebruikt. Maar er wordt ook over geklaagd.
Er komt fijnstof bij vrij, dus het heeft een bepaald gezondheidseffect. Dat is dus ook iets waar we regels voor hebben geformuleerd. En ja, voor zowel die regels voor de hobby's als voor die houtstook geldt. Het zijn milieubelastende activiteiten. Als je wilt kun je er regels voor stellen in een omgevingsplan. De staalkaart illustreert deze optie en de keuze is uiteindelijk aan elke gemeente zelf. Maar die keuze die moet wel gemotiveerd worden trouwens. Hè, van of je daar wel of niet nodig is om daar regels voor te stellen. Even nog een klein uitstapje naar de bruidschat. Hè. Als je daar kijkt, hè, we krijgen allemaal als gemeente in het tijdelijk deel een afdeling 2.3 getiteld milieubelastende activiteiten. En dan zie je dat in het allereerste artikel daarvan, daar wordt eigenlijk meteen gezegd dat alle regels uit deze afdeling niet van toepassing zijn op het wonen. Dus daar is een andere keus gemaakt, daar is in feite gewoon een beleidsneutrale omzetting heeft plaatsgevonden van rijksregels nu naar regels in het omgevingsplan. En wat je ziet, daar is wonen dan uitgezonderd, maar dat is ook logisch, omdat dat natuurlijk eigenlijk een soort vertaling is binnen dat nieuwe MBA-begrip naar het oude inrichtingenbegrip. Hè? Want de huidige rijksregels in het activiteitenbesluit qua milieu, die gaan ook niet over wonen. Hè? Dus je ziet dat de bruidschat daar beleidsneutraal in is. Terwijl wij in de staalkaart hebben gezegd, nou laten we eens kijken wat voor andere opties er zijn en hoe zou je dat dan kunnen doen. Even kijken, er komt een vraag binnen. Hoe ga je om met onderwerpen die in het bal zijn uitgesloten, zoals diesel? Daar kom ik dadelijk op terug. Daar komen we dadelijk op terug. Dan ga ik eerst nog even een paar dingen zeggen over het begrip milieubelastende activiteit. Want dat zijn vragen die we in de aanloop naar deze staalkaart hebben. We hebben concepten ervan met diverse groepen besproken. Hè, ook vertegenwoordigers van gemeentes en van omgevingsdiensten. Vragen die we dan eigenlijk steeds wel kregen is van ja, hè, nu hebben jullie het over milieubelastende activiteit en het omgevingsplan. Maar MBA's die staan toch in het bal? Dat klopt natuurlijk, daar staan ook MBA's in. Maar wat je ziet, de systematiek van het bal is zo dat het Rijk bepaald heeft voor welke milieubelastende activiteiten ze als Rijk regels willen stellen. En die milieubelastende activiteiten, dat zijn dus de wat zwaardere categorieën. Hè? Dat zijn CVSO-inrichtingen, IPPC-bedrijven. Die worden aangewezen in het bal en door die aanwijzing worden dan de regels in het bal aangezet. Maar daarmee blijft er dus een hele groep milieubelastende activiteiten over, die niet in het bal geregeld worden. En zoals de nota van toelichting van het bal ook aangeeft, daar is dus ruimte voor gemeentes om daar al of niet regels voor te stellen. Dus dat is zeg maar de verhouding tussen bal-MBA's aan de ene kant en de MBA's in het omgevingsplan. Andere vraag die we vaak krijgen is, maar de activiteiten die in het omgevingsplan staan, dat zijn toch omgevingsplanactiviteiten. OPA's, hè, afgekort. En ook dat klopt, maar de manier waarop de wetgever deze begrippen gedefinieerd heeft, betekent gewoon dat daar een overlap tussen zit. Een voorbeeld wat ik daarvoor kan geven is het bodemenergiesysteem. Hè, dat zit in de bruidschat, er zit een vergunningplicht voor in de bruidschat. En daarmee is dat een omgevingsplanactiviteit, hè, want die vergunning is een zogenaamde OPA-vergunning. Maar een bodemenergiesysteem is natuurlijk een activiteit met negatieve effecten op het milieu. Of een activiteit met negatieve effecten op het milieu. Het is dus ook een milieubelastende activiteit. Dus er zit een overlap tussen die begrippen. En dat is goed om je te realiseren. Afbakening met het bal, daar ging ook de vraag van Ronald over. Hè. Er zijn onderwerpen die in het bal zijn uitgesloten. Nou, ik zal dat laten zien aan de hand van dingen die in deze staalkaart aan de orde komen. De afbakening met het bal, dat is zo'n ontwerpvraag, die eerste ontwerpvraag die Cor besproken heeft. Wat zijn mijn kaders? Hè? En in dit geval
Dat zijn dan de kaders die vanuit rijksregels gesteld worden, waarbinnen je moet manoeuvreren in je omgevingsplan. Nou, in zijn algemeenheid geldt als het gaat om die afbakening met het bal. Als een activiteit in de bal is aangewezen, het is dus een, wat we dan maar noemen een bal-MBA, de regels van het bal staan daarvoor aan, dan kan in het omgevingsplan in principe via maatwerkregels daarvan worden afgeweken of een lokale invulling worden gegeven, aanvullend of afwijkend van de balrijksregels. Maar er zijn ook activiteiten die niet zijn aangewezen in een bal. Hè? En dat geldt in feite voor alle woonwijkactiviteiten die we in deze staalkaart bespreken. En als ze niet zijn aangewezen in een bal, dan betekent dat je er in het omgevingsplan regels voor kunt stellen. Waarbij je natuurlijk wel, je hebt natuurlijk altijd de kaders van gewoon wat een omgevingsplan is. Het moet gaan om een fysieke leefomgeving. Het moet gaan om de oogmerken van de omgevingswet. Maar verder kun je voor die dingen die niet in de bal genoemd worden, in principe regels stellen in het omgevingsplan. Dat kan ik laten zien aan de hand van een voorbeeld. De activiteit metaalbewerking. Ik heb een foto even opgenomen die toevallig vorige maand in de NRC stond. Daar zien we een meneer die achterin zijn schuur elke avond zijn hobby beoefent. En dat die hobby is smeden. Mensen hebben grote diversiteit aan hobby's, blijkt maar weer. Die activiteit metaalbewerking, die zit in het bal. Hè? Dus gaan we eerst even kijken naar het bal. Dat is een paragraaf 3.4.4, metaalproductenindustrie. Ik zal hem even, dit is vrij klein, dus ik zal hem even een wat groter in beeld brengen. Dus in die paragraaf, in het bal, worden milieubelastende activiteiten aangewezen die te maken hebben met allerlei handelingen die je kunt doen met metaal. Zoals daar is smelten en smeden met hamers, het maken van producten van metaal. Onder die aanwijzing staat dan in lid 3. Hè? Dus in lid 1 wordt eerst een heel rijtje opgesomd van allerlei dingen die je met metaal kan doen, waar het bal regels voor stelt. Maar lid 3 wordt uitgezonderd. Onder de aanwijzing vallen niet deze activiteiten als die alleen worden verricht bij een huishouden of bij het uitoefenen van een beroep of bedrijf aan huis. Dan gaan we dus naar de staalkaart. Daar staat een activiteit metaalbewerking in. En daar staat dan in artikel 52, deze activiteit is een milieubelastende activiteit waarvoor de regels van het omgevingsplan worden aangezet, voor zover ze alleen worden verricht bij een huishouden of bij het uitoefenen van een beroep of bedrijf aan huis. Dus wat we zien is dat eigenlijk die bal- en staalkaartregels op zo'n manier complementair aan elkaar zijn. Dus even terug, hè, in het bal staan regels die niet gelden als de activiteit bij een huishouden gebeurt, of bij een beroep of bedrijf aan huis. Terwijl in het omgevingsplan staan de regels die dus juist voor die metaalbewerking opgaan als het bij een huishouden gebeurt of bij het uitoefenen van een beroep of bedrijf aan huis. Nou, als je het zo formuleert, dan heb je dus regels van bal en staalkaart die eigenlijk, of bal en omgevingsplan, die dan precies complementair zijn en op elkaar aansluiten. Even denken, ja. Dus nou hebben we eigenlijk een serie activiteiten gekozen waarvoor in de staalkaart regels zijn geformuleerd. We hebben de afbakening met het bal geregeld. Dan is de volgende vraag, hoe wil ik het regelen voor die woonwijk? Nou, dan komen we bij die derde ontwerpvraag Cor al genoemd heeft. En dat is die piramide die hij net liet zien. Dus als we dan kijken naar de milieubelastende activiteiten waar we het over hebben, ja, dan zijn dat natuurlijk niet de meest spannende grote milieueffecten die daar gaan optreden. Dus het leek ons ook vrij logisch om redelijk onderaan in die piramide te gaan zitten en daar een zorgplicht voor om te nemen. Zorgplicht met daarbij de mogelijkheid om maatwerkvoorschriften te stellen.
Hoe hebben we dat vervolgens vormgegeven? We hebben gewoon de systematiek van het bal eigenlijk gevolgd. Want dat leek ons wel handig, hè? Daar moeten we ook mee werken. Dus als je dezelfde systematiek in een omgevingsplan aanhoudt, dan is dat ook in principe heel herkenbaar. Dus ook het omgevingsplan hebben we MBA's aangewezen waarvoor de zorgplicht, maar dan de zorgplicht dus van het omgevingsplan wordt aangezet. Dus wat je dan krijgt, ik ga er even vrij snel doorheen. U kunt het uiteraard straks allemaal rustig op uw gemak lezen in de staalkaart, ook met de toelichting erbij. We hebben een afdeling 5.7 met regels voor milieubelastende activiteiten. Die begint met een toepassingsbereik en die zegt deze afdeling is van toepassing op MBA's die zijn aangewezen in de volgende twee paragrafen. Dus dat is die aanwijzing waarmee de regels in het omgevingsplan worden aangezet voor die activiteit. Artikel 55 geeft dan een specifieke zorgplicht voor MBA's. En dat is dus precies die zorgplicht die dan wordt aangezet voor de MBA's die in de volgende twee paragrafen worden aangewezen. Voor wie de BAL-systematiek kent, is dit heel herkenbaar. En dan zit er dus nog een artikel 551 dat er dan maatwerkvoorschriften over kunnen worden gesteld. Vervolgens zien we dan dat in die volgende paragraaf, milieubelastende activiteiten met beperkt effect geheten, dat daar dan dus bijvoorbeeld, dan komen we de metaalbewerking weer tegen, dan wordt als milieubelastende activiteit aangewezen de volgende activiteiten voor zover alleen verricht bij een huishouden of beroep of bedrijf aan huis. Nou, dan hebben we metaalbewerking, maar daar wordt nog meer opgezond. Het gaat ook over dingen die je met keramiek of met steen of met hout kunt doen. Denk ook aan een meubelmaker bijvoorbeeld. En nu zult u misschien zeggen, ja, milieubelastende activiteiten met beperkt effect, wat moet ik me daar dan weer bij voorstellen? Nou, dat is eigenlijk niet meer en niet minder dan een indeling van MBA's in een lichte categorie en een categorie die wat zwaarder is. We hebben namelijk een zorgplicht geformuleerd in de staalkaart en die moet u zelf maar eens bekijken. Die lijkt heel erg op de zorgplicht uit het BAL. Maar toen we die erbij pakten, toen zagen we dat daarin staat bijvoorbeeld dat je de beste beschikbare technieken moet toepassen, PBT. Dat je moet zorgen dat er emissies bemonsterd kunnen worden. Nou, dat leek ons voor het type activiteiten aan huis, die hobby's en die bedrijfjes aan huis, te ver gaan. Dus we hebben een wat uitgeklede variant van de zorgplicht gemaakt. We noemen het een basiszorgplicht. En die leek ons voldoende voor die MBA's met die gewoon alleen maar een beperkt effect hebben voor milieu. En dat we het zo genoemd hebben, is in feite al een uitwerking, een uitblik, een uitkijkje naar hoe het verder zal gaan. Want uiteindelijk hebben we natuurlijk een heel omgevingsplan waar niet alleen woonwijken in zitten, waar het niet alleen gaat over dat type activiteiten. Maar ook activiteiten die meer milieueffect hebben. Gelet op de tijd gaan we ook verder. Heel kort nog iets over BKL. In BKL staan natuurlijk instructieregels. Dat wordt ook toegelicht in die handleiding voor de planopsteller. U kunt het daar rustig nalezen. Maar let even op het toepassingsbereik. Dat is eigenlijk waar ik even hierop zou willen wijzen. Hè. In het BKL is er dan op allerlei plekken bijvoorbeeld weer het toepassingsbereik van de instructieregel beperkt tot activiteiten anders dan het wonen. Dus dan gaat het weer alleen over bedrijfsmatige dingen. En dit betekent dat voor hobby's en dingen die bij het wonen horen, dat daar die instructieregel niet van toepassing is. En betekent in feite dat je daar als gemeente een behoorlijke vrijheid hebt. Ga ik daar wel regels voor stellen? Ga ik daar niet regels voor stellen? En zo ja, wat voor regels? Het vierde blokje. Dat is ook een van de hoofdkeuzes die we hebben onderzocht in deze staalkaart. En dat is hoe worden regels gegroepeerd. Waar we het net over hadden, we hebben dus de regels die Cor heeft besproken, dat zijn regels met een ruimtelijk oogmerk. Ik heb net allerlei regels besproken met een milieuoogmerk. Dit komt dus bij elkaar in deze integrale staalkaart. En dat leidt tot een vraag, hoe groepeer ik die regels nu? In het CASCO
wat begin vorig jaar verschenen is. Daar staat een afdeling 5.4 in, milieubelastende activiteiten. En een afdeling 5.3 met bouwactiviteiten. Dus daar is eigenlijk gezegd van, ja, de ene regel zet je hier en de andere regel zet je daar. Dat sluit ook heel erg aan op de activiteitenindeling in de omgevingswet zelf. En je kunt ook denken aan hoe de WABO dat nu doet in het huidige recht. Gaandeweg kwam bij ons wel de vraag op van, is het niet logischer om allerlei regels over bijvoorbeeld wonen, hè, wat een herkenbare activiteit voor initiatiefnemers is, is het niet logischer om die regels bij elkaar te zetten? Is dat niet veel integraler om dat te doen? Nou, we zijn dat gaan onderzoeken in deze staalkaart. We hebben twee ordeningen uitgewerkt. Ordening 1 is bruin gemarkeerd in de staalkaart. En in die ordening hebben we de milieuregels voor MBA's. Die kunnen voorkomen, dus voor de MBA's die bij het wonen voor kunnen komen, in een aparte paragraaf afdeling 5.7 gezet en de ruimtelijke regels in een aparte paragraaf afdeling 5.8. Dus daar zijn ze dus uit elkaar gehouden. In ordening 2, die is paars gemarkeerd in de staalkaart. Daar hebben we de milieuregels en de ruimtelijke regels die over wonen gaan bij elkaar in afdeling 5.8 gezet. Dus daar hebben we ze gecombineerd. Nou, het kan allebei. Er zijn ook nog wel andere ordeningen denkbaar. Waarom zou je voor het een of voor het ander kiezen? Nou ja, je kunt, zoals dat gaat met dit soort indelingsvraagstukken, elke ordening heeft voor- en nadelen. We hebben er in deel 1, in de handleiding voor de planopsteller, tabellen gezet waarin we allerlei voor- en nadelen van die twee ordeningen opsommen. Je zou van de ene ordening kunnen zeggen dat is integraler, dus dat helpt om integraal te werken. De andere ordening, waarbij je milieuregels apart zet en ruimtelijke regels apart zet, die maakt het misschien makkelijker om bij het opstellen en beheren van een omgevingsplan daar een bepaalde systematiek in aan te brengen. Nou, dat zijn maar twee voorbeelden. Maar hoe dan ook, let op, eigenlijk zit je dan heel erg na te denken over hoe je het groepeert in de geschreven tekst van de regels. Maar straks zitten die regels natuurlijk in het DSO. En als die goed geannoteerd worden, dan kun je op allerlei manieren door filters een set regels uit het DSO halen. Dan kun je bijvoorbeeld zeggen, ik wil alle milieuregels zien. Of ik wil alle cultureel erfgoedregels zien. Dus de vraag is eigenlijk ook een beetje hoe relevant het is, hoe je het ordent in de geschreven tekst. Dat was het stukje over de groepering van regels. Ik zou zeggen, bekijk het allemaal eens in onze staalkaart. Want er valt uiteindelijk nog veel meer over te vertellen, maar wij gaan naar het einde van ons uurtje toe. Dus ik geef het woord terug aan Cor. Ja, dank Sandra voor je verhaal. En vooral ook dank u voor het bijwonen van deze webinar. Zoals gezegd komt er nog een vervolg waarin we ook, als u gelegenheid hebt gehad om de staalkaart te lezen, om ook uw vragen te beantwoorden. En wij gaan hier ook nog mee verder intern, namelijk door de regels digitaal te maken, door de werkingsgebieden aan te koppelen en er ook toepasbare regels bij te maken. Dus daarmee proberen we ook invulling te geven aan een van de vragen hier ook al, van nou, het is nog wel erg analoog allemaal. Ja, wij willen juist ook dus nou naar de volgende fase om het juist digitaal te maken. Nou, nogmaals dank voor uw aanwezigheid.